Zo, ik zie echt wazig, man. Je ziet ook dat die blaadjes gewoon groener worden. Ik ben mijn allerbeste mat hier. You know the fucking concept. Hoi, ik ben Ellie. En ik ben Bastiaan. En welkom in ons drugslab. Twee keer per maand proberen wij verschillende soorten drugs uit om te kijken wat voor effect het heeft op ons lichaam. En ben jij nou benieuwd naar een bepaald soort drug? Of natuurlijk de setting? Laat het even weten in de comment en misschien proberen wij het voor je uit. Nou, de locatie konden jullie natuurlijk nog niet bepalen, maar heel veel mensen, waaronder Annie, Amber en Ella, die wilden Bastiaan heel graag zien aan de MDA. We gaan naar het bos. Ja, leuk. Ja, zin ja, in. Maar voordat we daar naartoe gaan, gaan we het wel eerst prepareren. Ja. Weet je, in het bos heb je wind. Ja, het is gewoon een beetje raar om daar toch een beetje illegale drugs te staan. Mm-hmm. En het is ook gewoon veilig om alvast de dosering te bepalen. Ja, dit is onze MDA. Het zijn kleine lichte kristalletjes en het ruikt naar... Ja, eigenlijk naar niks. De dosering is heel belangrijk. Bij MDA is dit 1 tot 1,5 milligram MDA per kilo lichaamsgewicht. Dus jij bent hoeveel kilo? 74. Ja, dan is het 74 maal 1 of maal 1,5. Je kan er ook tussen gaan zitten. Nou ja, en je bent al wat gewend. Je hebt ook al een keer MDMA gebruikt. En dat lijkt heel erg op MDA. Nou, 74 keer 1,5 is 111. Zo. Weet ik uit mijn hoofd. Dus jij mag 111 milligram afwegen. Netjes afgewogen hoor. Hop top. Ja? Oké, nou, dit nemen we veilig mee. Bastiaan, trek je schoenen aan. Weg naar het bos. Nou, we zitten buiten. Eindelijk. Ik vind het echt leuk om hier te zitten. Ja, hè? Ja, ik denk dat het een leuke trip wordt. Lekker in het bos. Voel je je goed? Ja, goed gegeten, goed geslapen. We zijn lekker op vakantie geweest. We zijn lekker uitgerust. Dus ja, ik heb er helemaal zin in. Oké, okay, moment van de waarheid. Ik heb hier Ranja, want het is echt een fucking vieze smaak. Dus dan kan ik het wegspoelen. Nel, ben je er klaar voor? Ja. Oké. Okay. Ik heb het hier. Ja? Oké, 1, 2. Het smaakt gewoon precies hetzelfde als MDMA. Gewoon geen zo... geen zo troep, gewoon... Je proeft gewoon dat het chemisch is, dat het gewoon niet goed is. Ja, het zit erin. Ja. Wachten. Wat we even nu niet hebben is een hartslag- en temperatuurmeter. We hebben wel een medicus op de set, zoals altijd. We zijn natuurlijk met allemaal dingen bezig geweest. Ja. En ook met het zoeken naar zo'n apparaat. Maar we hebben nog steeds niet iets gevonden. Dus weet jij misschien een real-time hartslag- en temperatuurmeter? Laat dan even weten in de comments of stuur ons een mailtje. En degene die dat weet, krijgt van ons een vette beloning. Geen drugs, maar dat zou ons heel erg helpen. En in de tussentijd neemt onze medicus onze hartslag en temperatuur steeds op. Zo, ik zie echt wazig, man. Ja? Ja, alles gaat nu een beetje zo... Ik weet niet, als ik nu in de verte kijk, daar, dan zie ik gewoon allemaal wazig. En ik voel het ook een beetje aan mijn mond per droger. En een beetje spanning op mijn kaak ook. Ik voel het nog niet lichamelijk, maar wel in mijn zien. Dus je bent niet misselijk? Nee, dat niet. Ik hoop ook niet dat ik dat word trouwens. MDA verhoogt net als MDMA het serotoninegehalte in je hersenen. Waardoor je een euforisch gevoel krijgt, maar ook een groter empathisch vermogen. MDA hecht zich sterker aan de 5-HT2A-receptor. En die zorgt juist voor ja, meer psychedelische effecten. En dan niet zozeer zoals bij truffels, dat het echt heel heftig is. Maar kleuren worden wat intenser en wat, ja, wat mooier om te zien. Of wat juist wat meer glanzender. Ademen. Ja. Oh, dat voelt wel lekker zo. Ja, je armen zijn heel licht. Diep mijn armen voelen echt net als veertjes gewoon zo. Ja. Je ziet ook dat die blaadjes gewoon groener worden. Hierboven bijvoorbeeld zie ik allemaal... Die blaadjes worden echt heel groen. Heel mooi. Dit is wel echt een mooie plek hoor. Om dit te doen. Ja, je wil dus veel contact maken met anderen, heel veel praten, knuffelen, dansen. Maar ook mensen lijken het gevoel te hebben dat ze aan het zweven zijn en dat ze helemaal opgaan in de muziek. Oh, dit is echt vet mooi hier. Ja, kijk het greppeltje. Wow! Dat gele, wat nog geel is, en dat groene wat in elkaar overloopt, dat vind ik echt vet. Dat ziet er echt mooi uit. Zullen we even gaan liggen? Oké. Ja?
Oh, dit is zo chill. Maar ook die zon gewoon en al die dingetjes hier. Alleen of ik in een film zit of zo. De lucht is ook echt best wel blauw. Maar het is nu nog blauwer. En dat komt ook omdat dit... Die kleuren springen gewoon helemaal op elkaar over. Dat is echt vet. Jij ervaart nu eigenlijk voornamelijk de positieve effecten. Ja, ja. Heel erg. Je zit wel met je kaken af en toe een beetje. Echt, ja. Droge mond. Dat heel erg. Je pupillen zijn heel erg verwijt. Maar je hebt nog veel meer ook vervelende lichamelijke effecten. Dus je kan heel erg misselijk worden, hoofdpijn krijgen, dat je niet kan plassen. Sommige mensen krijgen hartkloppingen. Ook zijn er mensen die heel erg moeten zweten. Er zijn mensen die heel veel moeten kakken, dat ze echt darmproblemen krijgen. Ja, dat zijn best wel heftig. En helemaal als je niet met prettige mensen bent of op een vervelende omgeving. En dat kan niet. Daarvan kan je wel erg in paniek raken. Dan lijken we net een verliefd stijl. Zijn we trouwens niet hoor. Nee, we zijn geen verliefd stijl. We zijn hele goede vrienden. Goeie de Matties. Ja. We hebben mijn allerbeste Mattie. Echt maar één van mijn allerbeste Matties. En jij de mijne. Oh. Kijk, nu ben je in deze setting. Maar ik denk als ik nu op een vet hard technofeest zou zijn. Ja. Dat ik dan, zal ik zeggen, me anders voelde dan dat ik me nu voel. Ja, nu ben je meer gewoon kalm. Ja. Ja. En ik vind het allemaal mooi. En ik zit hier lekker. De lucht is mooi. De bomen zijn mooi. Zo zie je maar dat het heel sfeer bepalend is als je drugs op hebt. Ja, echt. DJ, put the music on! Ja, nu zie ik wel turquoise, blauw, lichtblauw, turquoise, blauw, groen, geel, rood. Echt? En als ik mijn ogen dit heb, komen al die kleuren voorbij. Omdat MDA... dus ook echt maar iets meer trippy effect heeft, kan je dus ook closed eyes visuals krijgen. Allemaal verschillende kleuren zag ik zo. Een soort disco. Maar wel onder controle, niet te heftig of zo. Nou, het sprong wel van het een naar het ander. Maar ik vond het niet erg, ik vond het wel leuk. Donkerblauw, lichtgroen, geel, rood. En nu zie ik alleen maar rood. Als jij je ogen dicht hebt, ga je helemaal zo. Ja? Ja, dan helemaal mee. Is het lekker, schat? Heerlijk. Ik ben nou wel moe. Nee, dus je hebt echt best wel een warme, hele warme rug. En dat is ook een van de gevaren bij MDA-gebruik. Dat is oververhitting. Omdat je lichaam niet meer helemaal weet of je het nou warm of koud hebt. Dus als je gaat dansen, ga af en toe even rustig zitten. Ga even een beetje water drinken. Maar daar moet je ook weer op letten. Want heel veel mensen denken dus door die oververhitting... oh, ik moet superveel water gaan drinken. Maar dat is ook heel erg gevaarlijk. Omdat het bloedvolume toeneemt. Ook kan je slecht plassen en slecht eten... waardoor je weinig zout in je lichaam hebt. Dit zorgt ervoor dat dit water uiteindelijk in je hersenen terechtkomt, waardoor je hersencellen opzwellen. Maar ja, die bol kan natuurlijk niet meebewegen. En dat zorgt er uiteindelijk voor dat je bijvoorbeeld in coma kan raken of een herseninfarct kan krijgen. Of dit leidt zelfs tot sterfgevallen. Dus hou het echt bij 1 à 2 glazen water per uur. Ik heb wel, zo'n zeggen, nu lagen we in dat gras net. En toen had ik meer een beetje dat blije gevoel en nu heb ik meer dan een beetje dat spacende gevoel. Dat ook zo'n schilderij kunnen zijn als je het zo doet. Ja. Het lijkt ook wel alsof je veel meer de tijd neemt om naar dingen te kijken. Ja, dat is het. Ja, om schoonheid in dingen te zien. Ja. Ja. Want het is echt mooi hier. Ja. Serieus. Ja, drugsgebruik is nooit zonder risico's, maar we hebben in ieder geval de drugs getest. Maar zorg ook altijd dat je je eigen set in de gaten houdt. Weet je? Zit je lekker in je vel? Ben je niet depressief? Hebben de familieleden geen psychoses of andere psychische problemen? Want daarmee vererger je wel de kans dat je zoiets ook krijgt. MDA is niet lichamelijk verslavend, maar het is wel geestelijk verslavend. Dus ga altijd je eigen set na. Kijk, een vliegtuig thuis daar. Leuk dat je die even opmerkt. Bastiaan is ondertussen nog steeds lekker aan het spacen. Vandaar dat ik dit nu allemaal lekker vertel. Want de werking van deze druk is zo'n 6 tot 8 uur. Ik geloof dat geluk en fijn gevoel zit uiteindelijk ook in jezelf. Ja. Dat je morgen weer naar de natuur gaat kijken en kijken wat dan het verschil is. Of je misschien dat gevoel mee kan nemen de rest van de week. Is goed. Veel vitamintjes eten? Doe ik. Oké. Okay. Ik heb echt best wel kut geslapen. Ik ging rond... Ik denk een uurtje of 1 slapen, maar ik was steeds zo onrustig in mijn benen, dus ik kon niet slapen. Nee, die spieren in mijn benen of zo, die spanden samen. En daardoor werd ik onrustig in mijn hoofd en kon ik niet slapen. Toen heb ik
in de nacht nog even een douche genomen. En toen viel ik wel in slaap, maar ik heb echt vet weinig geslapen. En ik ben nog steeds zo moe. Ik moest van Nelly nog naar buiten. Ik ben net even op het balkon geweest, maar het is best wel grauw buiten. Dus zo mooi vind ik nou ook weer niet. Ik denk echt dat het door de trip kwam dat ik die kleuren allemaal zo mooi op elkaar zie lopen. En nu, ja, ik zie ook allemaal huizen en zo. Dus dat is niet heel boeiend. Dit was Drugslab voor deze week. Ben je nou benieuwd naar een ander soort drug? En weet je ook nog een leuke plek waar we dat kunnen doen? Laat het even weten in de comment. En like en abonneer. Kijk de do's en don'ts. En dan zie ik jullie volgende keer weer. Doei!